Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Op Bezoek Bij. Vorige week ging ik op bezoek bij Keramiek Amersfoort. En soms zit je er dus zo doorheen dat ik er een stukje af moet halen, maar nu red ik het nog zo. Ja. Ja. Die moet steunen. Ja. Die ietsjes losser. Eerder dit seizoen ging ik op bezoek bij de glasblazer, waar we tijdens de intro hele mooie graffiti zagen. En wat is er nou leuker om dit zelf te kunnen maken? Wat is Zandvoort aan Eem? Zandvoort aan de Eem is wat mij betreft een unieke plek. Een stadsstrand wat je eigenlijk weinig tegenkomt. Een plek waar je in een druk bewoonde stad kunt recreëren. En dat is vormgegeven door middel van een café, een restaurant, een zaal voor huur, maar vooral natuurlijk een heel bijzonder terras in de vorm van een strandje. Wat kan iemand hier nou allemaal doen bij Zandvoort aan Eem? Ja, allerlei workshops. We hebben heel veel contacten met mensen die workshops geven. Vandaag hebben we toevallig iemand actief die een graffiti workshop geeft van MAF. MAF is een van onze partners. We hebben dus allerlei partners die dit soort dingen doen. We doen dat niet zelf, dat horeca is ons vak. Wij huren mensen in en we hebben allerlei contacten. En MAF is een heel leuk bedrijf. Ze zijn niet zo maf als dat je het uitspreekt. Hun naam schrijf je ook met PH, vandaar. En het is een club jonge mensen die allerlei activiteiten, outdoor activiteiten doen. En je kunt het boerengolf wat we kennen bij de boer, hebben zij vertaald bijvoorbeeld naar de stad. Ja. Urban golf. Ja. Dus dan kun je gewoon dwars door de stad met elkaar gaan golfen. Daar is een heel leuk spel voor ontwikkeld. En zometeen ga ik dus een graffiti workshop bij ze volgen. Ja. Ik heb er zin in. Ja? Nou, veel plezier dan. Ik vertrouw erop dat iets heel moois gaat worden. Ja, en wat is er nou leuker dan graffiti maken in de buitenlucht? Nou, goed. Na aanleiding van de uitleg die ik zojuist heb gegeven, gaan we nu eigenlijk met het echte werk beginnen. Aan jou de eer om de A van Eva van een kleurtje te voorzien. Wat ik daarbij vaak merk is dat mensen in het begin wat angstig zijn om fouten te maken. Dat is helemaal nergens voor nodig. Want het voordeel is met deze verf, als je een foutje maakt, wacht even tot het droog is. En daarna kun je er gewoon weer overheen met dezelfde kleur of een andere kleur. En aan jou de eer om dat te gaan doen. Ik ben benieuwd wat je net van de uitleg hebt onthouden. Ja! En probeer de bewegingen zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Is dit wat? Dat is het begin, ja. Oké, en wat zou je me nu aanraden om verder te gaan doen? Want kijk, dit is natuurlijk helemaal niet netjes. Nee. Nou, omdat je nu eigenlijk bezig bent met de letter een basiskleur te geven. Ik zie het altijd als een soort van kleurboek. Als je thuis een kleurboek hebt, dan moet je ook netjes binnen de lijntjes spuiten. En wat ik daar vaak bij doe, als ik heel even dat als voorbeeld mag geven. Ik zet een lijn en alles aan de linkerkant nu moet ik roze maken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het cirkeltje. Dat maak ik na met de roze spuitbus. Dan weet ik al van daar mag je niet komen. En dan kun je gewoon rustig eromheen kun je verder spuiten. Het hoeft nog niet helemaal precies, want het is de basiskleur die je geeft aan de letter. En helemaal op het laatst gaan we dus met een andere kleur een strakke lijn eromheen zetten, waardoor dit gele verdwijnt en waardoor de letter er helemaal uitkomt. Graffiti precies? Graffiti is eigenlijk al heel erg oud. Vroeger had je zelfs in het stenen tijdperk ken je al de grottekeningen. Eigenlijk is dat al een vorm van graffiti.
Mensen die willen graag hun handtekening ergens achterlaten als ze ergens geweest zijn, van wij zijn hier geweest. En de graffiti zoals wij die eigenlijk kennen is overkomen waaien hoofdzakelijk uit Amerika, zoals zoveel dingen. En dat heeft vooral de oorsprong in bepaalde buurten in, ik noem maar New York, Los Angeles, waar dus bepaalde groepen jongeren, noem het afbakenen van hun buurt. En dat deden ze middels de zogenaamde tags. En ja, eigenlijk is dat later uitgegroeid verder en verder tot in mijn ogen een vorm van kunst. Wil je proberen om een schaduw in te zetten? Net zoiets als dit? Ja, dan is de kwestie weer om de spuitbus wel rechtop te houden. Ja. En van de zijkant op deze manier er langs te spuiten. En hem ietsjes verder van de plaat af te houden. Zo. Meer draaien. Ja, zo. En dan snel bewegen van boven naar beneden. Kijk. Nog niet helemaal tevreden. Nee. Het is ook altijd heel belangrijk om de spuitbus even goed te schudden. Je ziet, hier is die al een stuk lichter dan daar. En helemaal nu met de kou is de verf dikker. Nou, dan is het inderdaad een kwestie van proberen om je hand zo vast mogelijk te houden. In één keer de beweging te maken. Wat ik zelf vaak doe is een aantal keer de beweging maken. Zo van, nu heb ik hem. En dan is het... je eigenlijk met de... Ik doe het nu eventjes heel snel. Kijk, en dan maakt het ook niet meer uit dat je hier eigenlijk iets te hoog bent gegaan. Nee. Nu is die weer mooi strak. Ja. Zal ik die andere twee zetten? Die andere paar lijnen? Ja, dat is goed. Die sheppel had wel iets strakker gekund, zie ik nu. Nou, super! Kijk, je kunt er inderdaad nog een extra lijn omheen zetten, wat je ook kunt doen. En ik vind zelf altijd het mooiste om dat met wit te doen, kleur die we ook al eerder hebben gebruikt met de schaduw. Ja. Is om nog wat extra details aan te brengen. Daarvoor kun je de spuitbus heel dicht op de plaat houden, zodat je... nog wat extra dingetjes aanbrengt om de letter nog wat meer te pimpen, zoals wij vaak zeggen. En over het algemeen is het ook altijd. Dat we toch bijna aan de kerst zitten. Een sterretje erbij. Ja, en zo werk je eigenlijk je hele je graffiti stuk af totdat je zegt van, nou, en nu ben ik tevreden. Ik zal zo dadelijk nog even een paar kleine details aanbrengen, zodat je straks met je eigen eerste graffiti-stuk naar huis kunt. Super, ga ik me omkleden in ieder geval. Helemaal goed. Ik zie je overal. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Nou, dankjewel. Helemaal goed, ik ook. Dit is het mooie resultaat van de graffiti workshop van vandaag. Maar ik ben af en toe een beetje ontspanning, dus ik ga een rondje schaatsen. En mocht je nou willen dat wij bij jou op bezoek komen, stuur dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres.